Volgens voorlopige cijfers van het Algemeen Bureau voor de Statistiek zijn de consumentenprijzen op maandbasis in november 2022 ten opzichte van oktober 2022 met gemiddeld 3,6% gestegen. Bij het vergelijken van november 2022 met november van het vorig jaar zijn de consumentenprijzen met gemiddeld 49,5% gestegen. Deze statistieken zijn onderdeel van de consumentenprijsindex, CPI, die een maat is voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten bestemd voor consumptieve doeleinden. Om het veiligheidsgevoel en rust van de samenleving te garanderen, heeft het Nationaal Leger ook de surveillance in de districten Paramaribo, Wanica, Kommerwijnen en Para opgevoerd. Met de zichtbaarheid van militairen op straat moeten criminele activiteiten worden ontmoedigd. De militairen zullen gedurende de avonduren in alle resorten zichtbaar zijn. Verder is er ook goed overleg en een goede samenwerking met de politie. Het ligt in de bedoeling om binnenkort meer surveillance voertuigen en hiervoor in te zetten. De overheid heeft dit jaar door ondernemers die de wet economische delicten hebben overtreden ruim 1 miljoen SRD geïnd. Het ministerie van Economische Zaken zegt in een persbericht dat er ook overtredingen zijn geconstateerd van de wet prijszetting en prijsbewaking, de wet tegengaan smokkelen en de wet bedrijven en beroepen. Het ministerie doet een beroep op een ieder om zich niet schuldig te maken aan prijsopdrijving en andere overtredingen van de wet economische delicten.